Goeiedag allemaal. Welkom terug bij Inzoomen met Geert. Het is een traditie geworden voor de zomervakantie, waar we veel spraken over corona en de crisis. Na de zomer gaan we daarmee door. Al was het maar omdat de situatie niet zo heel erg veranderd is. Welkom Geert ook weer bij deze rubriek. De intreeweek loopt, iedereen is terug van vakantie. Het is niet zoals ik hoopte, misschien jij ook, anders als het gaat om de coronacrisis. Zie jij dat ook zo? Ik zit nu hier op de REC-campus. Het is hier zo stil, waar vorig jaar je overal nieuwe studenten tegenkwam en medewerkers en de contacten weer gelegd werden. Is het angstaanjagend stil en om heel eerlijk te zijn, word er ook wel heel treurig van. Ik neem aan dat jouw crisisteam nog op volle sterkte actief is. Wij zijn op volle sterkte, maar niet meer in de vorm. Dat hebben we voor de zomer ook afgebouwd. Met aparte bijeenkomst van het Centraal Crisisteam. Er is bij elke wekelijkse CVB-vergadering een stevig blok ingeruimd voor corona-gerelateerde zaken, maatregelen. Waar ook de betreffende diensten of staffunctionarissen bij aansluiten. Nou, dan geven we ook updates uiteraard aan de faculteiten. Wat vinden jullie nu het belangrijkste om mee te geven aan UvA'ers? Nou, voor ons is op dit moment heel erg de focus. Hoe kunnen we binnen de veiligheidsgrenzen die we hebben maximaal gebruik maken van onze campussen. Medewerkers hier weer elkaar laten treffen, want we merken ook de effecten op onderzoek. Want onderzoek is niet iets wat je alleen op je eigen kamertje thuis doet, maar ontstaat ook in co-creatie, in interactie met elkaar. Nou, daar ontbreekt het aan. En de focus is op dit moment natuurlijk heel erg op hoe kunnen wij zorgen dat studenten, en dan in het bijzonder eerstejaarsstudenten, zich thuis gaan voelen bij de UvA, bij hun opleiding, hun docenten leren kennen, hun medestudenten. Want ja, Altan, ik ben natuurlijk ook nog steeds hoogleraar onderwijskunde. En als we één ding weten, is dat de sterkste voorspellers van voortijdig studieverlaten, nou, voortijdig studieverlaten is de uitkomst van je hier niet goed voelen, is sociale en academische integratie. En dat regelen we niet per Zoom. Dus nee. De focus is, hoe kunnen we maximaal elkaar wel blijven treffen of weer gaan treffen? Nou hebben studentenverenigingen onlangs nog toestemming gekregen om net als studieverenigingen toch wat fysieke activiteiten te organiseren. Hoe en wie houdt er nou oog op of dat allemaal goed gaat daar en of het volgens de regels verloopt? Hoe is dat geregeld? Laat me eerst alsjeblieft wat anders zeggen. Want ik merkte toen ik in Frankrijk op vakantie was, toen kwamen natuurlijk ook wel de berichten, ook gewoon in het parool, dat besmettingen weer opliepen en dat met name jongere studenten daar een factor in waren. We waren even bang dat in die eerste persconferentie van Rutte na de vakantie, behalve de introductie die echt te maken heeft met het kennismaken met je opleiding, alle activiteiten van studenten en studieverenigingen verboden zouden worden. En toen dacht ik, ja, er ontstaat nou ineens een sfeer alsof studenten maar losgaan, hun verantwoordelijkheid niet nemen, de veiligheid van ons allen in gevaar brengen. En als ik kijk naar wat studie- en studentenverenigingen de afgelopen periode gedaan, bedacht hebben, voor gezorgd hebben, hebben ze ontzettend hun verantwoordelijkheid genomen. Dus, wat zou je nou tegen UvA'ers willen zeggen als het om hun eigen verantwoordelijkheid, hè? Dus om hun persoonlijke verantwoordelijkheid gaat, hoe ze zich het beste tot die crisis, maar ook tot de anderen op de UvA kunnen verhouden? Wat zou het beste zijn? Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het CVB gaat vertellen hoe we ons moeten gedragen per se. Maar als je het vanuit jezelf mocht zeggen, waar zou je op hopen voor de komende maanden? Ja, waar ik op hoop en is dat we, wat ik net zei, er met elkaar voor zorgen dat we de gebouwen zoveel mogelijk open houden en beschikbaar. Nou, als het alleen al gaat om OV, het openbaar vervoer,
hebben daar natuurlijk voor de vakantie enorm hard voor gelobbyd dat niet studenten en medewerkers de prijs moeten betalen alleen voor drukte in het openbaar vervoer. Ja. Dat we de gebouwen open kunnen houden, omdat we dat ontzettend hard nodig hebben voor ons onderwijs en onderzoek. En dat betekent dat we dus ook met elkaar ervoor zorgen dat het veilig kan. Dus met elkaar zorgen dat we de gebouwen beschikbaar houden. En heel erg letten op studenten. Want ik merk dat de druk, ook mentaal, op studenten en dan nog in het bijzonder, denk op eerstejaars, maar ook op ouderejaars, die is echt heel hoog. Mensen hebben het wel gehad. Ja, dat begrijp ik. Dus je zegt, probeer solidair, maar ook sociaal te zijn, als ik het kort mag samenvatten. Er zal best eens ergens een keer een feest mis zijn gegaan, maar als ik om me heen kijk en de berichten zie, dan vind ik dat ze meer dan hun verantwoordelijkheid nemen. En ik vind dat jongeren en ook studenten het op het moment hard te halen hebben. Want het is niet alleen hun opleiding, het is ook hun woonsituatie. Het is ook de stad waar je ook niet even uit kan gaan. Weet je, wij zijn ook allebei 20, 30 geweest. En het is ook het verlies van je baantje. Dus ik vind alle fronten dat jongeren het hard te halen hebben. Ja, dat is helder. Even een meer praktische vraag. Je ziet, met name in het buitenland, waar het onderwijs soms eerder begon, dat er toch wel degelijk weer een soort haarde ontstaan van corona. Denkt de UvA daarover na? Met andere woorden, is daar bijvoorbeeld een getal aan gekoppeld waarvan op een gegeven moment het CVB of het crisisteam zegt, ja, als het er zoveel zijn, besmettingen bedoel ik, dan moeten we misschien toch gebouwen sluiten. Hoe kijk je daarnaar? Nou, we hebben er zo niet over gesproken. Ik kan niet in de toekomst kijken en zeker niet als het om het coronavirus gaat. Maar we verwachten eigenlijk, als iedereen zich gewoon nou goed aan de regels en de manier van omgang met elkaar houden, dat we niet gebouwen hoeven sluiten. En als er besmetting optreden, en dat gebeurt natuurlijk, weet je, gebeurt ook bij ons studenten, medewerkers. Ja. Dat we daar conform GGD mensen thuis contactonderzoek laten doen. Dus onze aandacht is vooral daarop gericht en niet een scenario, dan sluiten we gelijk een heel gebouw. Nee. Nou, mocht op een gegeven moment die situatie er wel zijn, dan wordt dat toch van buitenaf ook wel aangekeken. Ja. Nou ja, veel onzeker, dat is in ieder geval waar. Geert, dank je wel voor je tijd weer. En tot de volgende inzoomen met Geert. Zeker. Dag Altan. Dag.